Ja, we staan er toch maar, hè? Beste Britt en Lisa. De bel is reeds gegaan als de liftdeur open gaat en jullie al keuvelend uitstappen. Ik word boos en leg uit dat de lift niet bedoeld is voor mensen die makkelijk met de trap kunnen. Jullie kijken me vol begrip aan en beloven het nooit meer te doen. Een incident, denk ik bij mezelf, en loop tevreden over mijn eigen doortastende optreden voor jullie uit naar het lokaal. Het is duidelijk dat ik jullie nog niet ken. De komende 3 jaar zou dit een vast ritueel worden. Iedere keer opnieuw. Boos worden, jullie spijt betuigen, ik denk dat het de laatste keer is. Ik heb nog niet in de gaten dat jullie het perfecte voorbeeld zijn van wat in de economie hyperbolische verdisconteerders worden genoemd. Mensen die alles wat later in de tijd ligt veel minder belangrijk vinden dan wat nu op dit moment plaatsvindt. Al wordt Peter straks nog zo boos, nu hoeven we niet te lopen en straks zien we wel verder. Overbodig te zeggen dat het met de voorbereiding op het eindexamen niet veel anders ging. Ja, natuurlijk willen jullie graag slagen, maar op dit moment zijn andere zaken belangrijk. Dus daar gingen jullie weer naar het toilet om je voor de zoveelste keer op te maken of om gewoon wat te zitten kletsen. Voor mij was het ritueel sowieso onbegrijpelijk. Ik kom wel eens op een jongenstoilet en daar blijf ik toch echt niet langer dan strikt noodzakelijk. Ondertussen maak ik me grote zorgen over hoe dat ooit goed moest komen. En dan gebeurt het. Of de beloofde bijles toch maar gegeven kon worden. Maar, stamel ik nog, daar zouden we een half jaar geleden mee starten. Nu leer je me echter nog een tweede les. Niet alleen hebben jullie een hoge tijdsvoorkeur, als het moet kun je ook heel snel leren. Achter dat getut, zo blijkt nu, gaan 2 heel serieuze dames schuilen. Economie begint te leven. Concepten worden tactisch ingezet en abstracties niet langer vermeden. Britt gaat op haar examen 3 keer over de kop. Nog nooit zo'n hoog cijfer behaald. En wat een antwoorden. En Lisa? Lisa laat nog 1 keer zien hoe gretig zij de tijd verdisconteert. Waarom zou je voor het eerste examen geschiedenis leren als er nog een tweede later in de tijd komt? Met het resultaat, even na die Britt, kwam alles op zijn pootjes terecht en hebben jullie ongetwijfeld uren voor de spiegel gestaan om ons nog 1 keer te laten zien dat dat gepoeder en getut natuurlijk wel iets oplevert dat het aanschouwen meer dan waard is. Gertje Jager, mentor van 6B Docent Nederlands. Ik wil graag uit 6B, Maan, Abe, Koen, Josephine, Staartje, Bol en Zo en Axel.